Michiel Kramer, Feyenoord en ADO hebben de afgelopen dagen een heerlijk toneelstukje opgevoerd. De ene club zegt hij mag niet en de ander zegt we willen hem hebben. Wat deed dat met jou? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Dat is het spelletje die de clubs spelen. Daar heb ik voor de rest geen invloed op. Dus op het moment dat de clubs eruit komen, dan pas kom ik in beeld. En ja, ik heb gewoon op dat moment gewacht en ja, toen is het eigenlijk best snel gegaan. Is dat zo? Is een speler daarin zeg maar een toeschouwer? Moet hij gewoon afwachten? Kan jij niet uit jezelf aangeven wat je wil? Nou ja, natuurlijk. Ik kan wel aangeven dat ik naar Feyenoord wil. Maar ja, daar heeft de club ADO ook niet zo heel veel aan natuurlijk. Die moeten gewoon zorgen dat ze eruit komen met Feyenoord. En dan pas kom ik in beeld. En dan is het eigenlegd. Michiel Kramer gaat naar Feyenoord. Rotterdamse jongen op de plek waar hij wil zijn. Wat zijn dan de gedachten? Ja, trots, blijheid, een eer. Eigenlijk alleen maar leuke en positieve reacties. Ja, ik ben bijzonder trots dat ik dit shirt mag dragen. En ik ga er ook alles aan doen, iedere wedstrijd, om dat shirt met heel veel eer te verdedigen. Wat kan jij vertellen, hoe groot jij als Feyenoord supporter bent? Nou ja, natuurlijk vrij groot. Op het moment dat je als kleine jongen hier in het stadion zit, dan ben je eigenlijk als supporter. En daar ben ik eigenlijk altijd gebleven. Natuurlijk volg je de club op de voet. En ja, dat ik er nu zelf onderdeel van mag maken, dat is bijzonder. Op enig moment liet Feyenoord ook duidelijk weten, ja, wij willen Michiel Kramer helemaal niet. Is dat dan teleurstellend om te horen? Nou ja, natuurlijk is dat teleurstelling. Op het moment dat de club zegt, ja, we hebben je op dit moment niet nodig, dan ja, doet dat wel wat met je. Maar aan de andere kant was al heel snel dat Abu Dhabi verhaal, dus ik moest snel mijn hoofd naar iets anders toezetten. En ja, dat ging ook weer niet door. En toen kwam dit weer. Toch, hè, dat Abu Dhabi verhaal wat jij zegt en Feyenoord, het is nogal het zijn uiterste. Ja. Je gaat of cashen of je gaat sportief een stap maken. Ja. Nee, is ook zo. Nou ja, het mag duidelijk zijn dat het financieel bijzonder aantrekkelijk was en dat ik eigenlijk alles kon doen wat ik wou als ik daarheen zou gaan. En daar had ik gewoon bewust voor gekozen, omdat ik ook gewoon een gezin heb en dat ik die gewoon moet onderhouden. En op het moment dat het niet doorgaat, dan is dat toch gewoon even vervelend. En dat is wel mentaal even zwaar, zeker voor je omgeving, omdat je, ja, je stelt je in op een buitenlands avontuur. En als dat dan niet doorgaat, dan is dat vervelend. En dan ga je weer naar ADO met het idee dat je gewoon bij ADO gaat spelen ook. En nou, op het moment dat Feyenoord zich meldde, ja, ben ik eigenlijk best wel vrij rustig gebleven, omdat ik weet dat het ook op het laatste moment fout kan gaan. En ja, gelukkig was dat dan niet het geval. En sta ik nu gelukkig heel veel trots sta ik hier. Het beeld wat leeft van Michiel Kramer is dat het iemand is, ja, misschien nog wel nonchalant. Heb je zelf ook aan bijgedragen, denk ik, door je uitspraken. Maar je komt nu bij een club terecht waar gewoon veel meer van je verwacht wordt dan wel misschien wel bij ADO. Nou ja, maar dat is toch logisch. Op het moment dat jij naar een grotere club gaat, dan zijn de verwachtingen ook groter. En het nonchalante, dat ligt ook een beetje in mijn spel. Dat kan ik er niet uithalen. En er zullen momenten zijn dat mensen zich dood ergeren aan mij. Maar goed, ja, dat ben ik nou inmiddels gewend. En ik zal er gewoon iedere wedstrijd alles aan doen om, die overwinning binnen te halen. En, ja, de ene keer zal dat wat iets beter gaan dan de andere keer. Maar ja, ik zal altijd 100% geven. Ik denk dat ze dan mij niks kwalijk kunnen nemen. Maar ze verwachten hier ook dat je op Varkenoord op het trainingsveld de pol uit de grond loopt. Ja, maar dat vind ik ook geen probleem. Ik heb altijd gezegd dat ik wel gewoon hard train, alleen dat ik niet geloof in hartslagmeters. Dus dat is volgens mij iets heel anders dan dat ik zeg dat ik niet hard genoeg train. Waarom geloof je daar niet in? Meten is weten. Ja, meten is weten. Maar goed, je hebt ook een bepaald gevoel bij een spelen of een bepaald gevoel bij een oefening of wat dan ook. En voor mij is het gevoel misschien nog wel belangrijker dan het meten. Wat is het gevoel wat je hebt gekregen van Feyenoord ten aanzien van je rol die je hier gaat innemen? Nou ja, de rol is dat je moet concurreren voor die spitspositie. Zo simpel is het eigenlijk en dat was bij ADO ook zo. Dus ja, ik weet wat ik moet doen, ik weet wat ik kan. En ja, op het moment dat ik de kans krijg, dan zal ik hem ongetwijfeld grijpen. Dat kan heel goed uitpakken, dat kan ook minder uitpakken. Hoe ben jij als jij bij nummer 12 tot en met 18 behoort? Dat ligt eraan. Op het moment dat er eerlijk naar mij gecommuniceerd wordt, dan heb ik daar minder vrede mee. Maar goed, en ik verwacht gewoon dat iedereen eerlijk tegen mij is. Op het moment dat het niet loopt zoals ze willen, of dat ze ontevreden zijn of wat dan ook, dan verwacht ik dat tegen mij gezegd wordt. En andersom doe ik dat ook. Ben jij een jongen die in de kleedkamer zijn mond opentrekt? Nee. Nee, helemaal niet. Dat eigenlijk ben ik eigenlijk nooit geweest. In het veld wil ik altijd winnen, maar daarbuiten is het iets rustiger. Toen Feyenoord interesse toonde, was dat dan een automatisch ja voor jou? Of kijk je dan ook naar de spelersgroep en denk jij dan van ja, dit is wel een groep waar ik uit de voeten zou kunnen? Nou ja, weet je, in eerste instantie op het moment dat het gebeurt, dan denk je van ja,
omdat het gewoon een droomclub voor mij is. En ja, dan is het moeilijk om nee te zeggen. Maar natuurlijk ga je kijken naar jouw positie. En, je hebt natuurlijk Kassim, je hebt volgens mij Achabar die er kan spelen, je hebt Manu die er kan spelen. Dus je hebt veel jongens die op positie uit de voeten kan of kunnen. Maar goed, ja, die concurrentie is er en die wordt alleen maar beter en scherper. En dat is denk ik alleen maar goed, ook voor mij. Heb je een tijdspad voor jezelf uitgelegd? Wanneer wil jij 100% klaar zijn voor Feyenoord? Zondag Cambuur uit, is leuk, maar ik denk dat het te vroeg komt. Nou ja, ik heb ook nog geen 90 minuten gespeeld in de voorbereiding. Omdat ik natuurlijk best wel veel gemist heb voor dat Abu Dhabi verhaal. Dus ja, in eerste instantie lijkt me logisch dat ik eerst 90 minuten moet spelen in de tweede elftal. Ja, dan zal ik het ongetwijfeld met de minuten moeten doen die ik ga krijgen in misschien wel invalbeurten. Ja, dan kan het misschien snel gaan, of niet. Ja. Ben je een beetje een geduldige jongen? Ja, zeker weten. Zoals ik net al zeg, op het moment dat het eerlijk gaat, dan ben ik heel geduldig. Ja. Feyenoord supporters, daar ben je er zelf ook een van, die hunkeren naar een kampioenschap. Ja, die kan nu zelf een bijdrage aan leveren. Ja. Nee, ik stond de laatste keer op de Coolsingel ook, dus ik weet hoe mooi het is. Dus ja, dat zou misschien wel de ultieme droom zijn, ja. 25 april 1999, stond je toen te gillen voor Julio Cruz? Stond ik voor Julio, ja. Je kopte nog tegen NAC de gelijkmaker binnen, dus ja, daar stond ik wel tussen, ja. Laten we hopen dat de geschiedenis zich gaat herhalen. Ja, dat zou, wat ik net zeg, heel mooi zijn, ja. Succes. Dankjewel.